onze tijd is nog lang niet voorbij. Dag dames en heren, speurneuzen van Vught en Kromvoort. Nou, veel reacties deze week binnengekomen op Zoals het vroeger was. De wekelijkse uitzending met de oude foto's die betrekking hebben op Vught. Veel reacties die we met elkaar weer even gaan doorlopen. Vergeet niet dat u kunt kijken op www.vtv1.nl. Daar kunt u vanaf aflevering 1 de oude foto's zien. Schroom niet om oude foto's, als u ze herkent, nog aan ons te vernoemen op redactie@vtv1.nl. Maar natuurlijk mag u ook bellen op 073 684-0077. En u mag ook langskomen op de redactie. En dat is Marktveld, passage 35A in Vught. En als u dan ook nog oude foto's meebrengt, zoals we die weer met stapeltjes binnenkrijgen. En waar zijn we heel erg blij mee. Die gaan natuurlijk naar het Brabants Historisch Informatiecentrum. Die gaan wij digitaliseren. Als u dat heeft, nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. We gaan ook onderzoeken wat er op uw foto staat, als u dat niet weet. Laten we snel overgaan naar de reacties van deze week. En we beginnen even bij foto nummer 25. En die hebben we laten zien in aflevering 2. Aflevering 2, foto 25. Die zien we aan deze kant op mijn scherm. En u ziet hem inmiddels groot op beeld. Een meneer met een mooie hoge broek aan, een wit shirt en bretels, die statig een dame vasthoudt. Daar zijn we achter gekomen met dank aan mevrouw Galé Goossens. Zij zegt die meneer helemaal rechts, dat is de dansleraar, dat is Wim Voeten. Onze dank daarvoor. En dan nog een reactie van mevrouw Galé Goossens. Zij zegt dus dat foto nummer 33, en die zat weer in aflevering nummer 3, betrekking heeft op Huizen de Braken, op het oude Huizen de Braken. En zij schrijft: daar werden rond de jaren 50 cursussen gegeven voor leden van het vrouwelijk jeugdwerk van het Bisdom Den Bosch. De slaapvertrekken en het secretariaat bevonden zich in de barakken die er na de oorlog zijn geplaatst, dus achter de villa. Ik herken dit omdat ik destijds werkzaam was op het secretariaat van het betreffende jeugdwerk. Heel veel groeten en heel veel succes. M. Galé Goossens. Nou, die herkende dat dus inderdaad. Het is dus inderdaad het oude Huizen de Braken met de barakken die erachter staan. Die informatie gaan we natuurlijk ook weer doorspelen aan het Brabants Historisch Informatiecentrum. Met dank aan onze oplettende kijkster, mevrouw Galé Goossens. Dank u wel voor de moeite. En dan over ook weer naar aflevering 3, dus de aflevering van vorige week. Daar betreft het een aantal foto's die ook weer hartstikke duidelijk zijn geworden. Het betreft in eerste instantie foto 36. Dat is deze foto. De bond. De bouwvakkersbond die 30 jaar bestonden. We wisten niet precies welk gebouw dat was. En volgens Hans Meijs senior, die onze mailtje heeft gestuurd, is de foto genomen voor de Heilige Hartkerk, nog toen de toren niet gebouwd was. Dus de kerk zonder toren. En ook Hans Meijs senior die bericht ons over het kleine pandje wat we hier zien, het witte gebouwtje. Dat was natuurlijk het kleedlokaal van de Zwaluw VFC. Het was nummer foto 37 in aflevering 3. Het gebouwtje was dus het kleedlokaal en het stond op het sportveld bij de Heun aan de Paardensteeg in Vught. En dat staat er niet meer, dat is jammer. En dan gaan we even over naar foto 38 van aflevering 2. Ja, en die is ook helemaal bekend geworden. Het is het plaatje, het geposeerde plaatje. We zien daar tenminste drie pastors zitten. Ik heb hier twee reacties bij me van twee verschillende personen. En dat is mevrouw van Bokstel en ik heb hier Mieke Thijsens. Laten we even gaan en kijken en controleren met beide lijsten die ik in mijn handen heb. De bovenste rij van links naar rechts, daar hebben we Nelly. Zij was werkzaam bij de gemeente Os. Daarnaast de wat langere meneer is Pierre. En Pierre is eigenlijk wat erachter staat Eindhoven, maar dat zou de woonplaats kunnen zijn, maar het zou ook zijn achternaam kunnen zijn. En daarnaast Paul. Paul was pater van Sparrendaal. Dan hebben we Do of Dora, zoals ik op de andere lijst zie. Zij was maatschappelijk werkster. Theo. En Theo, daar hebben we eigenlijk niks bij staan, alleen een voornaam. En daarnaast staat Alois, hij was pastoor in Oplo. En dan de onderste rij van links naar rechts begint met die man in een uniform. En de een zegt dus het is Johan, de andere zegt ook, mevrouw zegt ook het is Johan. En die omschrijft hem als leraar.
Het zou kunnen, maar misschien een leraar die in militaire dienst moest. Wie zal het zeggen? Daarnaast mevrouw Koos, zij was onderwijzeres. In het midden, dat was mevrouw Botten Rutten met haar meisjesnaam. Daarnaast de dame op de leuning is Tilly. En Tilly is kinderarts en als laatste Jacques. En Jacques was Jacques Broeders van Dongen, zoals men dat hier schrijft. Nou, die namen zijn bekend. Dus foto 38 is ook helemaal opgelost. Dan snel over naar foto nummer 41. En ja, dit zijn van die pareltjes die naar boven komen drijven. Daar doe je het voor. Dat is de foto die gemaakt is inderdaad in de banketbakkerij op de Helvoortseweg 217. Waar nu op dit moment Merendonk in zit. En de zoon Ad Schepens belt. Ad Schepens, die nu 70 jaar is, die staat dus op die foto te poseren als kind. Die heeft gereageerd. Ik heb het mailtje hier in mijn hand. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Hij schrijft dus, het is 1947, mijn twee zussen en ik staan erbij. Leeftijd nu, Ad 70 jaar, Carla 68 jaar en Christa 66 jaar. Daarna zijn er nog Tom van 63 bijgekomen en Bernadette van 56 inmiddels bijgekomen. En hij schrijft, wil je meer weten, dan kun je contact met me opnemen. Dat gaan we ook zeker doen, Ad, want dit zijn echt hele leuke dingen. Ja, het blijkt dat het een vruchtbare grond was met 5 kinderen uiteindelijk en veel brood. Kortom, foto nummer 41 is compleet opgelost en gaan we later nog bijvoegen met extra foto's van Tom en Bernadette die hier nog niet opstaan. Wat zullen jullie trots zijn dat dit plaatje helemaal tot zijn recht is gekomen. Dank je wel daarvoor. En we gaan contact met je opnemen. Ad Schepens, dank je wel. Onze tijd is nog lang niet voorbij. En inmiddels na het bekende deuntje zijn we aangekomen in aflevering 4. Alleen bedoel dus de nieuwe fotoreeks nummer 4. En die begint bij foto nummer 46. Pak weer het boekje, zoals wij dat ook doen. De notities schrijven erin. Foto 46 beginnen we op tennispark, Woburn Park in 1951. Daar zien we 4 tennissers staan. Dat moet herkenbaar zijn. Foto is gemaakt in 1951. Wie staat er op deze foto? En mooier nog, als je deze mannen herkent, of misschien sta je er zelf wel op, neem dan contact op of schrijf in ieder geval iets meer dan alleen een naam. He, misschien wat ze tegenwoordig doen of ze nog in leven zijn. Wij denken van wel, 1951 is natuurlijk niet zo heel erg lang geleden. Dus wie zijn deze tennissers op het Woburn Park in 1951? Foto nummer 46. Kijk even rustig mee. Het schip was geladen voor weg van de kade. Ver van dat blonde kind dat fluisterde in de wind. Schip als je. En dan foto nummer 47. Nou, natuurlijk een ongelooflijk herkenbaar plaatje voor velen. Het is de Vrieswagen van G.W. Brouwer uit Vught. Nou, daar hoeven we geen speurneus voor te zijn om te vragen van wie die vrachtwagen is geweest. Wij willen meer weten over dit bedrijf. Van wie was dit bedrijf? Bestaat het bedrijf nog? Min 20 graden was natuurlijk voor die tijd uniek, zo'n Vrieswagen. Waar is de foto genomen? We zien aan de achterkant gebouwen staan. Kortom, wie weet er meer over dit bedrijf? Foto nummer 47, dat is G.W. Brouwer, Koeltransport Vrieswagen in Vught. Terugkeert van vreemde kust. Haar fluisterende woorden. Snel over naar nummer 48. Nou, hoewel waarschijnlijk veel mensen dit plaatje het liefst zo snel mogelijk willen vergeten. Het lijkt op een gevangenis. Het bestaat uit 2 plaatjes. Eén van dichtbij en één met een bewaker. We willen graag weten waar dit is. En vooral als u weet waar het is en wat het is. Of u wat meer anekdotes heeft of meer verhalen heeft over deze foto's. Deze gebouwen, dit gebied, misschien het jaartal. Denkt u met ons mee, dit is foto 48, noteer dat. Laat het ons weten. Breng dan mijn hart eens tot rust. Voer me naar hem in gedachten.
terugkeert naar vreemde kust. Dan gaan we over naar foto nummer 49 van deze aflevering. En daar zien we voetballers. Ja, wat vreemd is dat we op de achtergrond toch bewakers of zo zien. Dus ik heb het idee dat dit te maken heeft met de vorige foto. Dus dan kan de vorige foto's of de twee foto's die je heeft gezien bijna niets anders meer zijn dan Vossenveld. Herkent u een van die mannen op de foto? Laat het ons dan even weten. Wanneer je jarig bent, dan ben je vreselijk benieuwd. Je vraagt je af, wat krijg ik voor een cadeau? Je vrouw en kinderen fluisteren dan heimelijk met elkaar. Foto nummer 50. Dat is de foto met een hele hoop zustertjes. En dat klopt ook. Het zijn de gezinsverzorgsters. Gezinsverzorgsters. En die foto is gemaakt op september 1953. We willen graag weten wie zijn de personen op deze foto. En als nog niet alles verklapt is, ook nog even graag, waar zou die gemaakt kunnen zijn? Wat een pracht, hele huisgezin zong luid. Op een Solex, zit je als een miljonair. Je hoeft alleen maar op de stad. En hier is je dan, foto nummer 51. Waarschijnlijk voor toch nog wel een aantal dames. Dames in Vught herkenbaar. Het is namelijk een klaslokaal van de huishoudschool in Vught. En deze foto is genomen in 1954. Dat weten we. Maar wie heeft er in deze klas gezeten? Wie herkent deze klas of dit klaslokaal van de huishoudschool in Vught in 1954? Wie heeft daar gezeten? Laat het ons weten. Meld jezelf aan via de gegevens die continu onder in beeld staan. Foto nummer 52. Duidelijk gezicht is dat het hier het oude raadhuis betreft. Maar het raadhuis dat nog niet wit is. Een aantal mensen die daarvoor staan, willen we graag weten wie zijn dit. Wie zijn die mensen die voor het oude raadhuis staan te poseren? Wie zijn dat? Kijk even. Betaal het zelf, mag ik er dan ook een? Als ik op zo'n Solex zit, ik heb zo het gevoel, zit ik fijn op mijn gemak, net als in mijn schommelstoel, op een Solex. Foto nummer 53. Een pand, een gebouwtje. Waar is dit? Ik zit even een beetje hard op mee te denken, maar nee, zegt mij in ieder geval niets. Kijk ook naar de ornamenten die daar aan de zijkant van de muur zitten. Ik werd eventjes op het been gebracht, misschien wel het oude postkantoor. Maar nou, ik weet het niet. Wie zijn deze mannen? Herkent u daar mannen op die foto? En wat is het gebouw? Deze foto die u nu ziet, dat is foto nummer 53. Hij haalde alle luidjes bij elkaar. Hij sprak wij met z'n allen, richtte hier een clubje op. Een Solex-club genaamd de Vriendenschaar. Dan over naar foto nummer 54. Ja, dit zijn, hoe heet dat? Akela toch? Een vrouwelijke padvinder. Ja, een vrouwelijke padvinder. Akela. In ieder geval met een uniform. Deze foto is gemaakt ergens op een trap. Het zou zomaar Maria Oort kunnen zijn. De man in het midden die geniet zichtbaar van het vrouwelijk schoon om zich heen. Wie herkent zichzelf? Wie staat er op deze foto? De stappen en dan maar fietsen zonder trappen. Met een litertje benzine ben je klaar. Genoeg voor 100 kilometer karrenaar. Op een Solex, zit je als een miljonair. Dan foto nummer 55. En ja, dat is een groep. Dat zou eigenlijk ook. Ik zie ook een paar uniformen. Wie wat waar? Dat is eigenlijk de enige vraag die ik heb. Wie staan erop? Ter gelegenheid van wat is het gemaakt? Ik zie toch een Nederlandse vlag. En waar is die genomen? Misschien herkent u zelf wel of andere dames op deze foto. Laat het ons dan even weten. Graag uw aandacht voor foto nummer 56. En dat is een foto waarop een trein ongeluk te zien is. Wellicht weet u daar nog iets van. Waar is de foto genomen? Waar is dit ongeluk gebeurd? Een oude foto. Daar willen we zoveel mogelijk van weten. Wie herkent dit
ongeval. Het gebeurt natuurlijk wel vaker een treinongeluk in de omgeving van Vught met al haar sporen en overgangen. En toch is deze vrachtwagen ligt toch wel een beetje op een rare plek. Het is een vrachtwagen, dus er moet toch mensen zijn die dit nog weten te herinneren. Wie weet wanneer dit is gebeurd, waar het is gebeurd. En het verhaal erachter. Dat is dus foto nummer 56. Ik wankel elke dag in mijn vertrouwen. Of ik als vrijgezel. Foto nummer 57 bestaat uit twee beelden die we hebben gezien. Duidelijk herkenbaar natuurlijk. Het kerkorgel op de achtergrond. Bijna 100% zeker de Petruskerk. Maar met een jongenskoor. De koorknaapjes. Wie herkent zich op deze foto? We hebben al een aantal oproepen gedaan voor de vrouwen in Vught. En nu is het toch echt aan de mannen. Kijk even goed. Kijk naar de foto. Staat u erop? Laat het ons weten. De gegevens staan natuurlijk onder in beeld. Dit zijn de twee foto's die duidelijk nu in beeld komen. Kijk even rustig goed. Neem de tijd. Herkent u iemand? Laat het ons weten. De informatie staat natuurlijk onder in beeld. Foto nummer 58, dat is die foto. Een dame in het midden, omringd door kinderen. Ja, misschien nog het een en ander herkenbaar op de achtergrond, maar dan moet u echt goed kijken. We geven u even iets meer tijd voor deze foto. Veel kinderen, van klein tot, wat zal het zijn, een jaar of 8, 9 denk ik. Wie is dit? Herken jezelf op die foto? Kijk even rustig mee. Souvenirs, souvenirs, zoek van alles op. Kijk eens hier en vraag eens daar. Foto nummer 59. Ja, dat is echt een hele lieve foto. Een ouderwetse kinderwagen met daarop een prulleke. Een klein kindje. Ik zou bijna willen vragen of ze Brabants, ben jij dat kleine kindje? Nou, reageer dan eventjes, want meer hebben we niet. Dit is dus een foto waar we gewoon op moeten hopen dat iemand reageert. Misschien dat iemand zichzelf herkent omdat hij gelijkbare foto's thuis heeft. Laat het ons weten, alsjeblieft. Werk mee met zoals het vroeger was. Kijk even naar de foto en luister gezellig naar de muziek. Columbus Tragedij, rijbewijs van Stallingmos. Souvenirs, souvenirs, heusje peutert ze wel los. En de laatste foto. Genomen ook weer ergens op een plek, bekende pandjes op de achtergrond. Is dit een voetbalelftal? Zo ja, wie zijn het? Wie zijn de mannen die zitten te poseren, geheel in het wit en in het midden, die grote lach op zijn gezicht in het zwart? Wie en waar? Souvenirs, souvenirs. Kost je tijd en geld, maar het geeft je wat plezier in je grote eenzaamheid. Ze raken allemaal wat kwijt, de allergrootste deze raad. En dat zijn de souvenirs die de kleine man bewaart, die de kleine man bewaart. Die de kleine man bewaart. Ja, dit was het weer, het einde van aflevering nummer 4 van Zoals het vroeger was. Ik vraag u nogmaals, alstublieft, 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 alstublieft. Heeft u oude foto's thuis liggen waar u niet precies van weet wat het zijn, wat ze zijn, waar ze zijn? Onbekende mensen voor u die erop staan. Heeft u filmpjes liggen? Kijkt u alstublieft voor ons. Heeft u oude filmpjes liggen en kunnen wij deze digitaliseren? Het wordt allemaal opgeslagen in de bunkers van het Brabants Historisch Informatiecentrum. Dat zijn de schatten van vroeger die moeten bewaard blijven. Alle gegevens om met ons in contact te komen ziet u nu nogmaals in beeld. Luister even rustig mee naar het muziekje en reageer op de foto's die u in deze aflevering heeft gezien. Bent u te laat ingeschakeld, dan wacht even, want binnen een klein uurtje dan komt de uitzending opnieuw voorbij. En anders kijkt u op vtv1.nl bij uitzendingen en dan klikt u net zo lang door dat u een plaatje ziet, zwart-wit.
Met de afleveringen daarbij beschreven. Die kunt u stilzetten op internet. Dan kunt u de uitzending stilzetten en dan kunt u rustig kijken naar die foto. Dank u wel voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Tot de volgende Zoals het vroeger was. Onze tijd is nog lang niet voorbij.